Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de eerste, de beste. De podcast over de keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer. Joopie Buit, ja, Ferry toch? De Bond ja. En special guest. Ja, ja. Niet meer persona non grata, niet Robin van der Meer. Robin van der Meer. Lekker druk aan tafel. Ja, man. Zo. De allereerste keer met z'n vieren dat we echt een normale show maken. We hebben hier natuurlijk ook een keer gezeten met onze grote vriend Pierre van Hooijdonk. Ja. Die trouwens Mart niet meer herkent, maar dat geheel terzijde. Maar dat was meer een soort met van interviewachtig iets hadden we toen. En nu gaan we gewoon lekker een showtje maken. Dat was trouwens toen niet de bedoeling, maar dat kwam gewoon. Nou, dat die af. Ja, ja, zeker. Maar we moeten wel even duidelijk hebben. We beginnen met z'n vieren. We beginnen met z'n vieren. Dus we gaan even kijken hoe lang. Ja. Ik weet niet of we het einde haal, lieve mensen. Maar Lars, jij hebt een voetbaltoernooitje gehad vandaag. En jij ook. Bent helemaal kapot. Ik ben helemaal kapot. Ik voel spieren in mijn lichaam die pijn doen waarvan ik niet wist dat ik daar spieren had. Ja. En mijn hele been ligt open door het geweldige kunstgras bij BGC Floriant in Boskoop. Maar dan moet ik wel zeggen dat Mart zei dat hij niet verwacht van jou. Je hebt een aardige traptechniek. Zeker. En je hebt het doelpunt gemaakt. Ik heb een goaltje. Wij hebben met FC Afkikker Team 1 hebben wij geloof ik 2 goals gemaakt in 3 wedstrijden. Ja. Of een eentje van mij. En kan je me een beetje omschrijven? Balletje kwam, Frank de Bruin. Ja. Balletje. En ik denk, nou, ik ga nou of een partij op doel jassen van een metertje of 25. Lekker, man. En toen dacht ik, nee, ik ga hem uitkappen. En toen wilde ik langs die man gaan. Toen ging hij door zijn benen. Hij had hem eigenlijk. En toen raakte hij hem weer kwijt. En toen schoot ik hem gewoon links. Geen vloeiende actie? Nee. Er zijn geen beelden van hem? Nee, gelukkig niet. ik hoop echt dat die er niet zijn. Want ik ben ook dus nog keihard gevallen. Want ik dacht dus ook nog in een andere wedstrijd even vanaf 30 meter. Nou, die was mis. Het is een klein schaafwondje. Nou, behoorlijk, ja. Maar dit vind ik het mooiste. Van heel zijn scheenbeen ligt open. Zeg, je gaat geen sliding maken op kunstgras. Nee, het was een schot op doel. Ja. Ja, en toen raakte ik uit balans. Nou ja, voordat alles op de grond is, zeg maar. Dan er komt nog wat energie bij vrij, zullen we maar zeggen. Dus dat is het afgelopen. Hey, weet je ook heel veel energie hebt? Doornbos, Robert Doornbos. Oh, die is, daar hoef je niks over te zeggen, want je zit natuurlijk in de Formule 1 wereld, dus hou lekker, hou wijzelijk je mond. Mm-hmm. Die is helemaal kapot gemaakt door onze walgelijke vriendin Life of Yvonne. Mm-hmm. Meerdere posts achter elkaar. Die houdt er wel van. Ja? Die houdt er wel van. Ja, gewoon, oude snoepert. Oude snoepert, openen bloot in Rotterdam, in de Harbour Club, zit hij gewoon lekker te friemelen, gewoon zo met andere dames. Maar ook met 3 keer raden. Verleden jaar is hij zo vaak besproken in deze show, Ver. Wie? Sarah van Soelen. Sarah Soelen. De ex van André Hazes. Is naar alle waarschijnlijkheid ook met Robert Doornbos. Nee, maar Sarah, lekker ervan doorgegaan. Maar ze wil gewoon lekker in de rubriek komen, toch? Ja. Ja. Ze wordt graag besproken in deze podcast. Denk ik. Hij zoekt er wel eentje uit zonder persoonlijke problemen, toch? Nee, maar, nou ja, de borderline spat uit de ogen. En Sarah van Soelen achter een venta met veel poen. Nou, dat verwacht je ook niet. Nee, je moet je mond houden. Hou nou je mond erover, Lars. Nou, maar ze Nee. Ze zit zelf ook niet. Nee. Nee, die heb ook wel kanaal. Die mankeert wel het een. Ja, ik heb er wel een tijd gevolgd, ook op Instagram. Vind je dat lekker of niet? Nou, ik vind het niet lelijk. Oké. Okay. Nee. Nee, hè? Ferry? Niks voor jou. Sarah Soel. Nee, veel te oud. Jij, Robin? Nee, ik kijk sowieso niet naar andere vrouwen. Nee. Ik zag hem ook, ik stapte net zijn auto, hij loopt ook zo naar onze toe. Ja. Bang dat hij jouw vrouw ziet. Ja, maar Robert Doornbos. Robertje Doornbos. Moet toch gewoon mogen. Ja, tuurlijk. Dan nog wel wat anders, want we kregen ook een DM'tje binnen. Joop, hoe kan het dat die gast van FC Afkikker opeens met de eer van de promotiewedstrijden loopt te pronken? De eerste de beste moet daar verslag van geven. Ja, schandalig. Alleen jij en Mart, die proberen een beetje de shine van Maaien Ferry af te pakken, lijkt wel. Ja. Want jullie hebben natuurlijk aangemeld om naar alle wedstrijden mee te gaan en naar alle trainingen. Had ik zoveel zin in. Ja. Had ik zoveel zin in. Ja. Maar nee, wij gaan dit en dat. Ja. Wij werken fulltime bij FC Afkikker. Maar helaas, Papadagje kwam er zeker tussendoor. Papadagje kwam er tussen. Maar dit is zo typisch FC Afkikker, Joop. Hè, wij zitten een heel jaar naar die kutwedstrijden van Den Bosch te kijken en van Top Os. En nou gekeken? Komen de krenten in de pap. En dan gaan ze zelf mee. Ja, het is schandalig. En maar populair doen de hele tijd. Ja. Ach. Nieuwe video nu online, mensen. Ik zou hem zeker eventjes checken. En wat je ziet al online is niks over het voetbal. Alleen maar kijk ons eens heel veel frituur eten. Ja. Dat is wat je ziet in die hand, Robin. Ja. Dat is wat ze maken dus de hele dag. Daar krijgen we wel veel energie van. Ja, ja, je ziet het, hè. Je ziet het. Dat is ook goed voor je stoelgang, kan ik je vertellen. Nee, maar dat wij voornamelijk frituur aan het eten zijn, dat komt natuurlijk ook omdat wij vrij
Een beetje klein gehouden worden wat we mogen filmen. Qua budget. Oh, Nee, wat we mogen filmen. Zeg maar, je wil geen gezeik hebben met anderen. Nee, je kan niet een 9-gangen diner bij het ganzennest zitten eten. En dan nog we werken bij even afkikken. Oh, okay. Maar jullie mogen... Nee, maar je mag geen veld filmen en je mag geen dingen filmen. Omdat daarvan de rechter bij ESPN... Bij onze goede vrienden van ESPN. Oké, dus jullie eten heel veel kroketjes en dat is de schuld van ESPN. Eigenlijk dat zeg jij eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik kom wel goed eten leuk, daar in Limburg. Nee, leuk, was hartstikke leuk. Ook wel leuk voor jullie dat het dan in Maastricht te doen is en in Emmen nu. Ja, dat wel lekker, wat kilometer. Dat is heerlijk. Ja, ik zie dat jij leeft helemaal van op, Lars. Echt, joh. Dan heb je echt het gevoel dat je leeft. Je leeft je droom. Jij hebt jarenlang die voetbaljournalistiek in willen gaan. Ja. Je zit er eindelijk in. Ja. Je bent zit te klagen. Ja. Eigenlijk wel. Heren, laten we even doorgaan naar Steven Berghuis, die een klein vuistslagje heeft uitgedeeld. Ja, Robin. Robin van der Meer. Het klinkt misschien gek, maar ja, ik hou ervan is een groot woord, maar ik vind het wel eens fijn dat iemand het niet maar allemaal zo laat gebeuren. Nee. En ik vind, wat ik heb gelezen en wat ik heb gehoord, is dat het er niet eens om zelf te doen was. Maar inderdaad om Robbie. Ja, ik vind wel mooi dat iemand een keertje een grens trekt. Ja. En dan staan er misschien nog snotneusjes van 13, 14 jaar die de ene K naar de andere kader uitgooien en Bobby racistisch bejegenen. Ja, ik vind het wel mooi. En ik gok ook dat Ajax meer symbolische boete heb gedaan. Ja, denk ik ook. Ik denk ook een tientje. Dat ze dat gezegd hebben. Ja. Een boete is een boete. Ja. Een boete is een boete. Maar ja, kijk, dat is weer deze verknipte wereld, want ja, bijvoorbeeld functie, maar ja, het is ook een voorbeeld om je grenzen aan te geven. Ja. En ja, soms hoort daar zoiets bij. Ik vind vooral de discussie heel raar dat ze dan zeggen, voetballers moeten daar immuun voor zijn. Dus nee, zou dat, nee, maar dat vind dat ik ook onzin. Het eerste wat ik dacht toen ik het las was, hij had hem nog veel harder moeten slaan. Ja, maar wij missen denk ik ook wel heel veel context met het filmpje. Want ik kan me niet voorstellen dat hij eraan komt lopen, hij hoort iets en hij slaat erop. Hij heeft waarschijnlijk al dan wat van gezegd. Of zo, weet ik denk wel dat er al een paar dingen zijn geroepen. Ja. En hij loopt langs en hij hoorde het waarschijnlijk al toen hij aankwam lopen. Ja, ik moet je zeggen, en ik zeg het niet heel snel over een Ajaxiet. Mm-hmm. Geweldige actie. Ja, ik vind het echt een geweldige actie. Okay. Want inderdaad, zo wat ook Robin zei. En ook Mario Bilate twitterde het ook. Mm-hmm. Je kan niet alles de hele tijd maar over je heen laten komen. En als je teamgenoot, misschien wel ook een vriend van hem, zo wordt bejegend, dan kan ik snappen dat je eventjes doorslaat. Ja. Want dat gebeurde. En hij handelde direct. Nou ja. Weet je, dat gebeurt dan. En waarom een keer niet? Want die gasten zijn ook gewoon mensen. Ja. Maar in principe, en die worden de hele tijd verrot gescholden. En het is toch een beetje de oplossing van de straat, om het zo maar te zeggen. Toch? Ja. Dan ga je niet een heel discussie. Waarom zeg je dat nou? Nee, dan geef je gewoon een paar hengsten. Maar in principe lost hij het nog netjes op, hè? Want hij had ook gewoon een bekers bier kunnen gooien of zo. En dan kom je grotere problemen tegenwoordig. Had die busreis gestaakt. Kijk, en natuurlijk moeten wij natuurlijk allemaal zeggen, met geweld los je niks op. Dat klopt ook. Dat kan wel lekker op. Beter had hij ook naar binnen gelopen. Alleen, die gasten zijn ook gewoon mensen. Ja. Ja. Maar het was wel een soort boksbal klappen. Ja, het was een laag, het was een down punch. Die hoek zo, boef. Ja. Dus ik weet niet of dat hij nou echt veel geraakt. Ik vind het wel jammer dat je niet kon zien of hij goed geraakt was. Daar was ik wel benieuwd naar. En dat ging te snel voor, Dat ging te snel voor. Dan, hier naar het volgende. Leo Driessen. Ja, Leo Driessen is met pensioen sinds gisteren volgens mij. Als liedjeschrijver. Als liedjeschrijver is wel met pensioen volgens mij. Leo Driessen zou misschien een lied, tenminste wij hadden gevraagd of hij een lied zou schrijven. Hij had het een beetje half toegezegd. En daarna hebben we niks meer van Leo Driessen gehoord. Hij heeft het volledig toegezegd. En daar hoorden we niks meer van. Maar oké, Leo Driessen is wel een icoon toch. In de voetballerij vind ik. Super fijne vent. Ja, vertel eens, want jij kent hem ook. Ja, kennis is groot. Je ziet natuurlijk verslaggevers bij wedstrijden. Met sommigen heb je helemaal niks. En sommigen zitten wel eens in de catacomben voor als je aankomt. En eigenlijk vanaf de allereerste keer dat ik hem zag, hebben we wel eens een babbeltje met hem gehad. En dat werd steeds meer. En ja, super fijne vent. Hele aardige man. Objectief ook gewoon. Ja, als het over Telstar gaat. Ja, maar heeft hij jou ooit naar Telstar geprobeerd te halen? Hij heeft een keertje een opmerking geplaatst, ja. Toen wij daar vorig seizoen speelden met Helmond. Ja, wat doe je volgend jaar? Weer naar de Witte Leeuwen. Ja, dat is ook leuk. Nee, super, super aardige vent. Jammer. Ik heb hardop gelachen met dat tweetje met die lange toepie.
Dat had jij in de groepsapp gegeten. Ja, dat was mooi. Hij had een fout gemaakt, Leo Driessen. Bij welke wedstrijd? Oh, ja. Play was het, hè? Ja, op Viaplay. Ook bij de Duitse kampioenschap. Oh, ja. En Leo Driessen die zei dat hij aan een gelijk speltje genoeg had of zo. Ik weet niet precies wat het was. Maar hij zat er in ieder geval naast. Dus die lange toepie op Twitter die zegt van... En die seniele oude vent, die snapte niks meer van. Ja, het en was net iets minder. We hebben hem staan. Een lange toepie die tweet. Ja. Wat een kneusje, die Leo Driessen. Als Bayern gelijk speelt, heeft Dortmund geen goal meer nodig. Ga met pensioen, vent. En dan zegt Leo Driessen... Ga ik ook. Sorry, je hebt gelijk. Sorry, ja. Ja, die had ik ook weer niet verwacht van Leo Driessen. Maar Leo Driessen dacht, waar is eigenlijk, ik ga lekker met pensioen. Ik heb mij uitschreven. Hij heeft gelijk. Maar wat vinden jullie van hem als commentator? Zeg maar, laten we even misschien... Hij is toch wel een iconische KKD-commentator? Ik wil net zeggen, ja, nou ja... Boven of onder Leo Oldenburger? Gelijk, want ik vind Leo Oldenburger ook een prima commentator. En ik moet zeggen dat ik altijd wel genoot van Leo Driessen. Heel veel mensen vonden hem in de laatste jaren wat irritant worden. Mm-hmm. Maar dat had ik niet zo. Ook misschien wel omdat het ook wel... Ja, het is gewoon zo'n persoonlijkheid die er echt al jaren bij hoort. We zijn wel een beetje opgegroeid ook met Leo Driessen. En, toch? Maar ja, Leo Driessen, dat is er zo een. En dat is net met Siert de Vos en zo. Van, die is er wel. Als commentator. Ja, ja. Zeker. Dus die drukt zijn eigen stempel. Ja, nee, ik ben een heel fan. Dus ik heb inderdaad af en toe dat ik denk, oh, zit die Leo Driessen weer. Weet je wel? Dat je meteen al aan het begin van de wedstrijd denkt, terwijl je ook heel veel commentatoren hebt, waar je niet eens door hebt wie die wedstrijd is. Je hebt gelijk door dat het Leo Driessen is. Maar dat vind ik toch wel leuk aan het schakelprogrammaatje. Want bij wie daar zijn dat echt een icoon in. Ja, zeker. Net zoals Koert Westerman. Koertje. Dus heel Koertje. Direct, ja. Die bedoelde ik net. Die bedoelde je net. Echt Spartaan, toch? Koert? Ja, die heb denk ik wel een zwak voor Sparta. Ja, niet een echte Spartaan, maar wel een beetje dat Rotterdamse zo. Dat vindt Oude Water, wel, hè, want die toch? Ja. Oude Water. Leo Driessen. Leo Driessen. Okay. Zodoende. Heren... Was je op zoek naar een bruggetje of? Nou ja. Lukt ook niet. Ik weet het eigenlijk niet. Van Leo Driessen naar is dit het moment dat we met drieën? Ik had even een kleine brain freeze. Ik ga zo een tukje doen, is dat. Maar weet je wat, van Leo Driessen naar voetbal toe is ook een hele goede stap. Het enige wat ik nog over Leo Driessen wilde zeggen is inderdaad Schakelkanaal waanzinnig. Maar niet Europa League wedstrijden van Europese clubs en zo gaat. Nee. Dat dan... Ik vind die broer van die radio DJ, die vind ik wel heel goed. Wietse van de Groot. Vincent Schildkamp vind ik ook een hele goede. Mieteling? Ik kan niet echt iets noemen, zeg maar een uitspraak of zo. Dat is eigenlijk goed. In principe wel. Dat is ook een beetje vermaak, toch? Ik vind Siert geweldig, maar die lult 89 minuten over het restaurantje om de hoek. Dat vind ik fantastisch. Ja, maar het is ook... Drie hoerenhuizen schijnen er te zitten. Op welke manier je naar die wedstrijd kijkt. Dus als ik als NAC supporter naar West van NAC wil kijken, dan zit ik niet op die scheidlogheid te wachten. Maar wel bij het KKD schakelprogramma, snap je? Hey Ferry, als ik over hoerenhuizen ga beginnen, moet je niet doorheen gaan. Nee. Wil je dat even zeggen? Zie je te Vos, ik zat een keer Valencia te kijken. Die vertelde toen dat... Valencia, dat in het Mestai, dat daar een plein was. En daar zaten drie hoerenhuizen. Dus zat ik met mijn neef hier Sven te luisteren. En die zei toen gelijk, dan gaan we een keer heen. Gaan we een keertje. Hebben jullie ook een minst favoriete commentator dan? Waarvan je echt zegt van, nee, ik zet hem niet uit. Nee. Ja, ik dan denk ik toch Koert Westerman. Oh, toch wel? Hè? Ja. Ik zet hem voor Koert juist niet aan. Nee. Ik vind Albert Manting, ben ik niet zo kapot van. Ja, die is wel saai. Manting is wel saai. Die is ook via Play tegenwoordig? Ja, en Ziggo. Nou, ik heb wel tegenwoordig sinds de switch naar Viaplay dat ik al het kalf echt uit de tv wil trekken. Ja? Ja. Kijk je ook Formule 1? Ja, ik ben helemaal gek. Luister je al naar DRS The Race Show elke dinsdag online? Nieuwe podcast over de Formule 1. Nee, daar zit ook één. Daar kan ik niet naar luisteren. Nee, ik zit eind juni in Oostenrijk voor de Grand Prix. Oké, je leeft goed. Nee, Rijnsburg, hè? Vader gekregen. Rijnsburg. Ja, leuk man. Okay. Ja, mooie dingen. Ja, je bent niet de enige Nederlander, geloof ik. Nee, zeker niet. Maar ik ben twee keer in Spa geweest. De eerste keer ging ik, toen had hij een verschrikkelijke start. Wilde die bocht 1 goed maken. Binnenkant reed hij boven Eau Rouge op. Ja. Klaar. De tweede keer was het veranderd in de rivier. Hebben ze 3 rondjes achter de safecar gereden. Toen met Russel toen die dat zijn maar 2 keer. Even ervaring. Dat belooft heel goed. Het is echt mooi ook dat je Eau Rouge zegt. Dat je ook echt de namen van de bochten zegt. Zeg maar dan weet je waar je over praat. Ja, wij ook. Wij gaan even door naar Almere City tegen FC Eindhoven. Ja, er is nu tijd voor het voetbal. Er is ook gevoetbald.
Robin, fijn dat wij voor de uitzending even horen dat jij letterlijk niks gezegd hebt. Dat verandert de zaak. Het enige wat ik van de play-offs tot nu toe weet, is dat Willem twee keer 2-0 voorsprong weggeeft. Ja, dat klopt. Maar dat gaan we niet bespreken vandaag. Nee, daar komen we straks bij. We beginnen even bij Almere. Eerst eventjes Ferry de Bond. Wij waren erbij. Ali de Aap. Ja. Trok me aan mijn arm. Ja. En die zegt, wil jij eventjes optreden tegen Ferry de Bond? Ik ben helemaal geen pedofiel. Oh, zei hij dat? Ja, want dat dat was toen jullie, de NAC-supporters gezegd. Nou, dat gerucht dat ging wel hevig. Ja. Ja? Ja. Omdat hij toch altijd bij die stadions toch altijd die kinderen opzoekt. Hè? Dus ja, daar zijn ze dus toch van. Ja. Maar dat klopt dus niet. Nee, dat klopt niet. Hij ontkende het stellig. Okay. Hij ontkende het stellig. Maar ik vond het wel hij voelde zich wel aangevallen. Hij voelde zich aangevallen. Een beetje offended. Waar ook is? Nou. Ik ben fan van Ali, man. Ik ben ook groot fan van Ali. Ik vind het ook leuk, hè? Bij elke wedstrijd kleden ze hem ook aan. Hè? Want dus hij was nu verkleed als de geest uit de fles. Dus hij had een soort van theepot om zich heen. Ja. Zeg maar, en het dekseltje zo op zijn hoofd. Alsof Ali de geest... Maar dan ben je toch gewoon een soort clowntje. Het is een mascotte. Ja, mascotte. Dat is normaal. Op deze manier neem ik Ali de Aap niet meer serieus. Nee. Jij wil liever dat Ali de Aap bij de volgende thuiswedstrijd het Israël-Palestina conflict gaat uitleggen. Nou, bijvoorbeeld, of zo. Strak in het pakkie. Met zijn armen over elkaar naar die wedstrijd gaat kijken. Strak in het pak. Strak in het pakkie. En volgens mij zat hij ook in het uitvak. Zat hij laatst. Ja, de hele wedstrijd bij in het uitvak. Maar even over de wedstrijd. Want Eindhoven natuurlijk eerder met 1-0 gewonnen. En het was eigenlijk het venijn zat hem in de staart. Ik vond het echt wel een verschrikkelijke spannende wedstrijd om terug te kijken. Mm-hmm. Ik heb hem ook niet helemaal gezien. Ik was even een hapje eten met Willem de Kamp. Nee, maar ik heb hem wel teruggekeken. Ja. Nee, maar het was wel verschrikkelijk spannend. Ja. Toch? Nee, het was het absoluut. En ik vind het echt hartstikke tof voor Almere City. Echt zo'n nieuwe club wat echt langzaamaan steeds per jaar beter wordt. Wij schrijven onze eigen historie. Ja. Wij schrijven onze eigen historie. Maar, toch een beetje... En dat doen ze ook echt nu, weet je. Ik weet niet... Nou ja, tegen VVV maken ze ook gewoon kans. Dus ik vind het echt wel hartstikke leuk. Maar ze worden steeds... Praat ik een beetje onzin of niet, Robin? Want je ziet Almere City per jaar steeds wat beter worden. Ja, ik had wel dat ze een soort andere insteek hadden. Volgens mij dat jaar met Verheij, toen was echt alles erop gegooid. Mm-hmm. En dat lukte toen niet. En toen dacht ik juist dat ze iets terugschakelden. Misschien wat meer onbekende jongens, jonge jongens die echt gas willen geven. Voor mij heeft Danny Post heel weinig gespeeld. Ja, die is geblesseerd. Tim Reserveurs eerder weggegaan. Dat zijn toch een beetje de oudere gasten. Ja. Ramon Lewin liep het jaar ervoor. Nee. Verheid weg. Maar ze zijn best wel aardig wat gasten weggegaan. Maar... Ze hebben echt een heel leuk team hoor, met die Limbombe. Die laat het wekelijks zien. Ik vind die Racing heel erg goed op in het middenveld. Paskoetje. Voor mij is dat na de eerste vijf wedstrijden stonden ze echt... Ja, 15 tot 20. En uiteindelijk zijn ze derde geworden. Ze het beste resultaat ooit in de competitie. Ja, dat zou wel komen door die geweldige trainer, denk ik. Nou ja. Maar, nou, daar komen we maar inderdaad daar zit nu wel, aan. Want er zit wel lijn in dat voetbalfans. Zeker. Ja. Je ziet echt duidelijke patronen. Ja, maar is Alex Pastoren sympathiek in de samenvatting? In de samenvatting. Ja. Nee, is Alex Pastoren, gunnen wij het hem? Ja of nee? Want er zijn toch mixed feelings hier, geloof ik, aan tafel. Nee hoor. Na zijn optreden als mystery guest. Die was ontzettend bout. Ja. Dat was een bout optreden. Maar ik gun het Alex Pastoren ook. Want die hebben het toch hartstikke goed neergezet. Zeker. Toch? Die hebben het hartstikke goed gedaan. Dus ik gun het al Alex Pastoren zeker. Maar voor onze podcast, en ik denk ook voor die club zelf, ze moeten nog niet promoveren dit jaar. Ze moeten nog eventjes een jaartje in de KKD, even een jaartje groeien. Ze zijn er nu nog maar niet maar waarin moeten voor. Ze dan groeien? Want ik heb juist het idee, eigenlijk bij Almere, op het moment dat het wel gaat gebeuren, dat dan de geldkraan dan open gaat en komen er drie ringen op dat stadion. Ja, dat en dan, nee, maar dat gevoel ja, maar heb zo, ik. Dat ja, maar zo werkt het vaak nooit. De club moet een beetje organisch net. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Er komt steeds meer dus eigen jeugd. Dus er komen ze zijn steeds nu meer... derde geworden. Ze moeten nog een jaartje lekker meevoetballen. Jij vindt eigenlijk dat ze direct moeten promoveren. Zeg maar, ze moeten dus bij de eerste twee terecht. Maar jongens, jullie praten echt onzin, hoor. Ja? Ja. Nou, vertel. Het is een verschrikkelijke club. Waarom? Nee, man. Ik vind het een nieuwe club die zichzelf helemaal aan het ontdekken is. Het is nepper dan nep. Nee, het is nieuw. Het schijnt dat ze bij het stadion dat ze mensen gewoon onder dwang naar binnen halen. Omdat er niemand wil. Ze worden geronseld. Ze waren tegen FC Eindhoven. Een nieuw record, hè? Bezoekersrecord. 3500 toeschouwers. Ja. Er zijn bij NAC dit seizoen 3 trainingen geweest dat er minder waren. En verder altijd meer. Ja, maar wel derde geworden. Nou, dat is dus ellende. Nee, dat, ze, club, dat ze beleid hebben en dat ze het zo club goed is NAC hebben. Ja, maar jij vindt wel het... groter, maar NAC is ook echt de pestbende, toch? Ja, tuurlijk. Maar dat bedoel ik. Alle niveaus. Dus waarom, en dat vind ik ook van Excelsior en van RKC. Ja,
dat hoort niet in onze eredivisie. RKC ook niet? RKC nee. Wel. Vind ik RKC vind ik ook wel een eredivisieclub, hoor. Nee, ja, ik vind het van niet. Nee. Maar wie in de plaats dan? Nou ja, Fortuna. De grotere traditieclubs. Roda, NAC. Maar zou jij bijvoorbeeld Fortuna? Zeg je Fortuna is het eerste divisie of eredivisie? Fortuna? Ja. Heen en weer. Dat is heen en weer. Oké. Ja. Nee, maar ik bedoel dat zulke clubs het zo goed voor elkaar hebben. Daar kijk ik wel met jaloezie naartoe. Nou, het is natuurlijk wel frappant dat zo'n grote club als NAC Breda zijnde altijd op bestuurlijk niveau een pestman is. Misschien hetzelfde ook bij ADO. Maar ja. Dat is ook altijd de bende. Maar weet je, heel misschien is dat wel zo, omdat altijd wel wat meer druk ook op bij die clubs er is. Kijk, even, Almere City kan ook rustig bouwen. Bij ADO schreven wij nu al van volgend jaar moeten we wel weer gaan promoveren natuurlijk. Ja, weet je? Ja. En wat je daar net gaan zegt, we voor. Dat Almere na 5 wedstrijden 19e stond. Ja. Ja, dan hadden ze bij NAC het stadion al afgebroken. Dus dan had al een nieuw stadion. Ja, in Den Haag niet, want zo zijn we niet. Altijd rustig. Nee, maar dat zijn dingen. Net als bij ADO, ik geloof niet dat het ooit gaat veranderen. Het was al toen ik daar in de jeugd speelde. Nou, dan heb ik het over vanaf een jaar of 12, dus 16 jaar geleden. Toen was het al altijd een bende. Ja, altijd. Nu nog. Maar we doen een uitzending over de play-offs en we hebben het alsnog over ADO. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dat is een jaar geleden, Joop. Ja, precies. Ja, I know. En Stijn van Gassel had nou wel eens een mindere periode trouwens. Ja, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Ja, een klein foutje. Een ketsertje. Maar ik gun het Alex Pastoor aan Wijsman. Oké. Ja, ik vind het wel een rare kwast, hoor. Ja, ik ook. Echt een hele rare kwast. Ja, waarom dan? Heb je hem een keer meegemaakt? Of, nee, maar... Nou, dit is echt zoiets. Dat is dan zo'n trainer die wil aan de hand van een beslissing. Die neemt daar zoveel risico in. En als dat goed valt, dan is het de mastermind trainer. Ja. Hun speelde bij ons de eerste seizoenshelft uit. En toen waren ze net weer aan het pieken. En die Hilteman, die had geloof ik 3 of 4 wedstrijden op rij had hij gescoord. En wij krijgen een lijst van opstelling. Hij zit op de bank. Dus ja, we dachten, misschien is gebeurd. Mm. Ja. Kan geen 90, laatste 30 misschien. Maar ik ken hem, want toen ik bij Utrecht zat, toen zat hij in Jong Utrecht. Dus ik sprak hem voor de wedstrijd. Zeg, niks gebeurd. Ik markeer niks. Hij me daarnaast zet. Hij wil wat anders proberen. Ik zeg, hoezo? Ging niet goed, afgelopen 4 wedstrijden. Ja, zo'n trainer, echt zo'n uitvinder. Ik heb best hekel. Nou, ja. Maar ik gun het hem van harte, hoor. Nee, ik gun het hem van harte. Nee, ik misgun helemaal niemand. Nee. Maar ik heb gewoon een hekel aan mensen die iets aparts willen doen om dan... Om gewoon en we wonnen die wedstrijd overigens ook. Dus hij doet af en toe wat geks om juist een beetje gek te doen. Ja, om er bovenuit te proberen te steken. Ja, ik hou er niet zo van. Nou, en dan nu ook... maar toen dat interview, dat zag ik wel voor Almere Nakken, een van die laatste competitiewedstrijden. Toen zei die Alex Pastoor ook van dat het een heel. Want die er werd gevraagd van is het voor jullie nu even uitbollen tot die play-off? Nee, want er zit een heel plan achter en periodiseren, bla bla bla, heel verhaal. Maar ja, als ze nou niet in de 94 minuten scoren, dan was het gewoon al klaar geweest. Ja, dat is waar. Maar er is in ieder geval nog steeds kans dat Jerdy Hilterman naar de Eredivisie gaat. Joh. Een andere ploeg waar Ferry de Bond niet zo'n fan van is, die ligt eruit. Willem II. Ja. Ja, toen hebben we ons eerste feestje gevierd in de bus. Want wat was het? Eén team, één taak. Volgend jaar weer naar de Braak. Ja. Want dat is een trieste bedoeling, hoor. Ja, maar dat was wat de Braak. Oh, je bent er weg en nou... Nee. Ja, nou, maar dan hoef je niet... Naar Lavant staat dan toch? Solar Unie staat. Ja, het is nou... Nee, Solar Unie dacht Nee, niet meer. Oh. Huppelpup Staalwerken. Oh, nog aantrekkelijker. Nog aantrekkelijker om mee te gaan. Hey, maar ik zat even te kijken ook naar Willem II VVV. Ja. Hey, Sven Braken, hè? Goeie spits. Sven Braken? Ik ga even één ding dat... Ja? Want dat schiet me in één keer te binnen. Martin Haven is het roerend met mij eens. Want wij waren namelijk ook even naar de training van VVV Venlo. Sven Braken is met afstand de allerknapste vent in de KKD. Tyfop. Nou, pik als je die... Ja, bizar, hè? Maar bizar, toch? Dat is bizar. Het is krankzinnig. Hey, dit is zo goed. Ik wil maar dat zeg je alleen omdat ik ben gestopt. Maar dat is een knappe gozer. Dat is niet normaal. Hey, maar dit is de eerste keer dat het mij echt even opviel. Ja. Ik denk, jeetje man. Die is knapper dan mij.
Dat zie je niet vaak. Nee. Dat zie je niet. En dat is moeilijk. Hij staat dan samen met Venema. Maar dan kom je er ook wel aardig goed uit, hoor. Dat zou iemand bij de PC invallen als Vergerwen niet komt. Met zo'n gezicht. Hey, maar het viel me ook ineens op wat een knappe vent is. Mooie tanden, mooi dit, mooie haren. Zijn huid veel beter als de mijne. Dat is wel vaak zo. Ik heb niet zo energiek gezien vandaag. Hij neemt ineens helemaal op. Ik denk als Sven Braak, ik word meteen weer helemaal... Schuif even zien. Maar geen zorgen. En er is ook een raasje gaande in de KKD, hè? En? Spitsenduo's. Spitsenduo's. Bij NAC hebben ze Omerson en Van der Sande. En bij VVV is het nu Braken. En Venema. En Venema. Waarvan? Is een trend gaande. Pas heel laat eigenlijk zij hun weer een beetje van samen zijn sinds, gebracht. Sinds VVV. Maar hij heeft ook vaak wat, toch? Braken. Hm? Braken, Svenma heeft ook best wel vaak wat gehad. Ja, klopt. Veel gebaseerd geweest. En dus ik vind het wel jammer dat hij ook weer weg gaat. Hij gaat nou weer naar Deinzen. Ja, in België gaat hij voetbal. Wat grappig dat jij dit zei. Maar ik heb het met Mart de hele weg van Venlo meer hebben wij het erover gehad. Ja, het is echt bizar. Hey, maar had hij ook wat een knappe vent. Hey, maar had hij ook een mooie rechte loop? Ja, mooie loop. Daar hou ik helemaal van. Hey, maar serieus, dit was wel de meest playoff-achtige wedstrijd die je van de playoffs kunt hebben. Want Willem II, wat jij zegt, stonden in Venlo al 2-0 voor. Toen dachten ze al van, nou, dit is... Maar het waren gewoon twee kopieën van wedstrijd. Ja. Het was gewoon twee kopieën. En nu ook, want ze maakten op een gegeven moment nog 3-0. Willem II, maar die werd afgekeurd. Mm. Ja, als het 3-0 is, dan wordt het 4-5-0, praten we nergens. Ja. En nu blijft het 2-0 en dan... dat zijn de playoffs. Ja, één keer die gekke Venema. Ik vind Venema zo goed, man. Het is echt een spits, toch? Ja, ik speelde bij Utrecht. Toen speelde hij ook in Utrecht, met Hilterman ook. En hij trainde echt al vaak mee. Voor die leeftijd trainde hij echt al vaak mee. En een bal in de voeten of kaatsen of meevoetballen, dat moet je gewoon niet van hem vragen. Niet maar in, elke bal in de 16, alles goal is een groot woord, maar alles op goal. Alles. En dat was echt een soort gave van hem. Hij is altijd een goede plek hier. En hij is wel snel, moet ik zeggen. Ja. Maar ik vind hem niet als enige spits, maar inderdaad om iemand heen vind ik hem wel echt... Ja, die ene goal die was die telde niet. Toen stond hij net buiten spel. Maar verre hoek binnen. Dat was ook een prachtig doelpunt. Maak hem wel aardig ballen. Een leuk feintje. Ja, is een mooie gozer. Mario Bilater noemt hem wel een Mogol. Het is gewoon een mooie gek. Ja, het is echt een mooie gek. Hij zegt een lieve gozer. Het was echt, super lief. Die doet echt een vliegtuig. Maar niet knap. Nee. Dat zou ik niet per se zeggen. Ik moet wel zeggen, ik heb ook in die wedstrijd weer genoten van Kees de Boer. Kees de Boer masterclass. Kees de Boer is een underrated voetballer in de KKD. Zo. Thoughts? Nou, bij ADO raakte hij geen pepernoot, maar hij speelt nu af en toe. Ik heb toen toevallig ooit een keer, ik weet niet waarom, ik ging terug naar de aftrap. Gewoon een wedstrijdje kijken. Mm-hmm. En dat was van de A1. Toen zag ik hem inderdaad lopen op middenveld. Toen vond ik hem erg goed. In de KKD is niet, wat je zegt, misschien een beetje... dat je snel over hem heen kijkt. Denk zoiets. Ja. Niet, gewoon een zesje. Gewoon een soort speler die je nodig hebt, maar niet echt uitspringt. Nou, ik vond hem in die wedstrijd wel echt... Zeg maar. Ja, iemand die wij eigenlijk nog niet zo heel veel hebben genoemd in deze podcast, maar Rick Kruijs, hè? Rikkie Kruijs, klopt, zeker. VVV, echt, wat je zegt, we hebben nou drie spelers genoemd. Ja, noem me nog maar eens vier, want dat weten we niet. Of ik weet ze inmiddels. Ik heb vanmiddag toevallig nog de opstellingen gezien. En van de Gouw. Van de Gouw. Nou, die speelde ook heel erg goed. Nou, Van Rooyen is gewoon een goede voetballer. Ja. Achterin, het ziet er Ketting speelt natuurlijk nog. Het zit echt wel goed in elkaar, dat elftal. En ik denk ook dat Rick Kruijs een trainer is waarvoor die gasten echt willen werken. Lijkt me een hele leuke, fijne gozer. Ja, hij was bij Utrecht toen assistent trainer van Ten Hag. En hij was er heel vroeg bijgehaald. Want hij stopte al toen hij 31 was, volgens mij. Want hij is 38. Ja. Het jaar daarna... Ik doe me jonger dan jij. Ik doe mijn redactiewerk. Ja, heel goed. Ja. Nee, want dat jaar daarna... Dat hij stopte, of twee jaar toen hij gestopt was, toen kwam hij al bij Utrecht. Maar ik had echt verwacht dat hij eigenlijk ineens daar hoofdtrainer zou gaan worden. Ja, dat komt nog wel. Ja. Maar ik denk dat het een goede stap is om een tussenstap te maken. Ja. Maar je vond echt een hele fijne vent. Ja, echt heel duidelijk in wat hij wilde. Hij deed ook veel trainingen. Ja, op een gegeven moment zag ik ze staan allemaal in de kring. En ik zag hem zo in het midden staan. En dus ik zag hem echt wel oprecht zo'n toespraak houden. Ja. Om zo maar te zeggen. En denk de assistent-trainer Frank van Kempen, dat is echt een wereldvent. Die was assistent van Wil Boesen. Vorig jaar bij Helmond. Ja.
Maar zo'n fijne, lieve man. Ik denk ook als je een jonge trainer bent. Ik denk dat hij dan voor zeker in de KKD dat echt de beste keuze is. Ja? Voor assistent trainer daarnaast. Echt assistent. Ja, echt heel rustig. Ook objectief. Niet gek worden. Ja. Niet gek gemaakt laten worden. Echt goed met de jongens ook. Ja. Nou, in ieder geval veel meer. Het wordt wel lekker. Is een dat lekker wordt potje. Zeker een lekker potje. Dat wordt zeker lekker. En natuurlijk in de 121ste minuut nog even die bal binnenkoppen. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig moment. Daardoor waren wij bijna drie kwartier te laat bij MVV. Want wij gingen natuurlijk door. Ja, dat was goed. Dus wij hoopten eigenlijk dat het... En toen was het 2-0 na, wat was het, 23 minuten. Toen wilde jij kan gaan. Toen dachten we wel van we kunnen er rekening mee houden. Dat we na de 90ste minuut kunnen wij gewoon meteen weg. Maar dat... Nou, ik wou zeggen dat viel tegen, juist helemaal niet. Want dat was juist dat is wel wat waarvoor je gaat. De play-offs Maar het is voor Willem II ook wel terecht, hè? Want ze zijn... Over het hele jaar gezien wel. Die hebben het ook maar nooit over het hele jaar gezien verdient NAC het ook. Nou. Nee, maar Willem II is ook heel veel wedstrijden best wel... Ja, gelukkig gewoon één goaltje verschil. Het is nooit echt dat je zegt van... Wat hebben die het is niet overtuigend gespeeld. Ja, ze hebben wel een behoorlijke selectie staan. Een hele aardige selectie. Ja. Dus eigenlijk hebben hun echt heel slecht gepresteerd... kijkend naar hun selectie. Zeker. Ja. René Robbermond die zat ook helemaal stuk. Beetje zoals jij nu. Ja. En daarna opeens weer professioneel. Ja. Je weet hoe die dingen gaan. Ja. Hey heren, dan gaan wij eventjes door naar het nieuwe waanzinnige onderdeel van deze podcast, Robin. We gaan niemand meer bellen. Dat is vorige keer... Wie hebben we toen gebeld die jij de vorige keer was? Sydney van Hooydonk. Sydney van Hooydonk. Oh ja. Nou, dat was wel moeilijk. Was dat moeilijk. Was, ja. Dat was een... Ik zat met zoveel vraagtekens. Alles ging door mijn kop heen. Ik ken de stem wel. Ik weet het niet. Maar goed, het zit ook wel eens tegen met Mystery Guest. Dus vandaar dat we een nieuw spel doen. Het spel heet Wie ben ik? En daarin ga ik 5 omschrijvingen geven. Steeds eentje. En dan, wie weet over wie het gaat. Het gaat namelijk over een promovendi trainer dan wel speler. Waarom schrijven we dingen naar je toe? Nou, omdat anders jij kan meekijken. Ja. Oké. We beginnen. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Dus op het moment dat je het weet, heb je het nou fout? Dan mag je niet meer meedoen voor die ronde. Maar mogen we gelijk roepen of moeten we even een vingertje opsteken? Gewoon roepen. Okay. We beginnen. Maar wel maar één keer roepen, hè? Maar één keer roepen. Ja. We beginnen met vraag 1. Komt ie, de eerste hint. In het seizoen 2014-2015 promoveerde ik met de Graafschap door in de finale van de play-offs FC Volendam te verslaan. Ja. In het tweeluik met datzelfde FC Volendam maakte ik de enige goal. Scoren is trouwens iets waar iemand op mijn positie van moet leven. Oké, dus het is een rechtsback. Hintje 3. Hoewel de Graafschap het seizoen erop direct weer degradeerde, beleefde ik persoonlijk een goed seizoen. Ik transfereerde daarom naar Heracles. Ja, ik weet hem niet. Nee, ik weet hem niet. Nummertje 4. Was Bilatus. Helemaal tot wasdom komen deed ik daar echter nooit. Ik werd daarom verhuurd aan FC Den Bosch. Oh, dat is die kakker. Hoe heet die? Dat die is een... Vincent van Meij. Vincent van Meij is een speler waarvan zijn stem niet past bij hoe hij eruit ziet. Dat heb je wel eens. Hij heeft een zware stem, jongen, alsof hij een trombone heeft opgegeten. Die Max van AZ. Die heeft ook een goede stem. Ja, man, je weet het. Ik bedoel Mohammed ik zag zo'n TikTok van... want ik zat naast zijn vader bij de Eretribune bij ESPN. Die praat heel anders. Ja, dat is... Volgens mij komen ze uit Doetinchem. Ja, klopt. Maar toen zag ik op TikTok voorbij komen van wanneer je moeder Hans en Mariette heette, maar je zit naast Mootje en Appie in de klas. Zo mooi. Maar dat is wel een beetje een voetbalaccent, toch? Ja. Dat voetballers praten een beetje. Ja, maar dit is dus iedereen over één kam scheren. Dat is, ik denk als jij niet inderdaad naast Mootje en Appie in de klas zit, dat je niet zo gaat praten. Ga ik vanuit. Maar ik heb ze ook zo meegemaakt, hoor. Geloof me. Ja. Heb jij ook spelers die zeg maar bijvoorbeeld... Bij FC Afkik hebben we nog wel eens iemand die komt gewoon uit Woerden... maar klinkt alsof je uit Tanger komt. Zijn er wel eens mensen die een bizar accent hebben... zichzelf hebben aangemeten wat helemaal niet bij hen past? Ik heb wel eens jongens gehad die geboren getogen in Den Haag waren. En... uiteindelijk in regio Noord-Holland gingen spelen. Uh-huh. En ik ze een paar jaar later tegenkwam en ineens met een Amsterdamse accent ging praten. Zo erg. Had je Amsterdamse accent? Haat is een groot woord, maar hij komt er nooit. Maar je hebt wel ik ben van Feyenoord. Ja.
Maar het is niet zo dat ik een afgunst heb tegen Dus je Ajax. Zegt niet de neuzen of 020? Of Nee, dat doe je niet. Hè? En waar speelt hij nu, die van mij? Maar wel mooi. Die van mij, die speelt Duitsland, nu. Hij maakt al jaren furore in de derde Bundesliga. Ja, waar ik dit seizoen 15 keer scoorde voor Freiburg 2. Netjes. Ja. Dat is bij Duisburg. Ja, Duisburg. Ja. Maar wel grappig, Kakker, hij zei gelijk voor mij. Ja. Dat gaf het weg. Oké, zijn jullie klaar voor de volgende? Komt hij aan. Hint 1. Ja. In het seizoen 2011-2012 promoveerde ik door kampioen te worden met FC Zwolle. Hint 2. Het was een mooie kroon op mijn carrière. Ik ben namelijk grootgebracht bij die club en speelde er het grootste deel van mijn carrière. Hint 3. Tussendoor speelde ik ook nog 2 jaar voor NAC. Arne Slot. Juist. Ja, dat is het. Ja. Tegenwoordig ben ik trainer en heb ik een vrouwelijke zaakwaarnemster. En zij schijnt de afgelopen periode nogal veel met Tottenham Hotspur gesproken te hebben. Ja. Arne Slot inderdaad. Arne Slot, ik meen serieus, vind ik toen bij Zwolle, dat is de ultieme stylist. Ja, dat was echt, dat was echt net te langzaam. Maar daardoor, misschien juist omdat hij langzaam was, heeft hij dat misschien wel nog meer ontwikkeld. Ja. Maar ik heb dus één keer bij de KNVB ook een keer een toernooitje gevoetbald. En dan kwamen van alle clubs, die stuurden een paar mensen. Maar soms van het kantoor, personeel of weet ik veel wat. En toen moest ik dus bij, volgens mij was het Zwolle. Ja, bij Zwolle moest ik tegen Arne Slot en Joost Broersen. Die konden nog wel een aardig balletje raken, moet ik zeggen hoor. Daar zat de sleet nog niet helemaal in. Maar die Arne Slot, zo makkelijk, zo... Ja, vond ik waanzinnig. Was ik echt groot fan van vroeger. Mooi verhaal voor mijn tijd. Zullen we verder gaan? Voor jouw tijd. Vraagje 3, komt je aan. Hint 1. Vorige week hadden jullie het over mijn oud teamgenoot Stijn Spierings. Maar ook ik stond op het veld tijdens de krankzinnige play-off duel op de Adelaarshorst. Evenals Spierings maakte ik ook een belangrijke goal in die wedstrijd. Ik speelde in de jeugd van Real Zaragoza en samen met Alessandro Del Piero. Hans Mulder. Dit is Hans Mulder. Toch, en ik zal er nog de andere hints ook even doen. Toch zal je niet snel een naam vinden die Nederlandser is dan die van mij. En 5 was, vorige week nam ik in het Mandenmakerstadion afscheid van het publiek. Oh ja. Omdat ik mijn schoenen aan de wilgen ga hangen. Hans Mulder, de man met de mooiste baard van de Nederlandse velden. Zo'n goede baard. Nou, Ruud van Nistelrooy. Zo. Ja, kijk. Die heeft ook een mooie baard. Hans Mulder heb ik altijd het idee van wat komt hij nou nog doen in het veld? Hij lijkt ook heel oud of zo. Ja. Geen voetbal. Ja, maar hij hoort er ook wel een beetje bij. Ja, jawel. Maar dan denk ik altijd van, zit hij nou nog steeds bij RKC? Maar is er nou mee gestopt? Hij is nu mee gestopt. Maar wat zijn er? De jeugd van Zaragoza? Ja, want volgens mij heeft hij een Spaanse moeder. Ik denk geen Spaanse vader als je Hans Mulder heet. Hansito Mulder, hè, heet hij eigenlijk. Hansito. Nee, maar inderdaad in de jeugd van Real Zaragoza en samen met Del Piero was je weet nog toen er opeens een tijd was dat iedereen opeens naar India ging. Oh, Serginho Green speelde toen opeens ook met Materazzi. Ja. En allemaal van dat soort en dingen. Mulder. En Hans Mulder die zat ook bij in India gezeten. Ik weet niet welke club Poonani het was. FC. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ga dat lekker door, kunnen. Toch? Trouwens, maar ik vind het altijd vet als je dan van die zeg maar echt Nederlandse spelers hebt die op een of andere manier dan in het buitenland hebben. Iedereen kent het verhaal van Leon Kaak. Mm-hmm. Die bij Valencia speelde. Ja. Wist jij dat? Nee. Dus niet iedereen. Mooi verhaal? Ja, maar heel mooi verhaal. Heb jij een bakkie op of zo met al die verhalen van je vandaag? Nee, maar dat vind ik gewoon leuk. Ja, ik vind het. Ik denk, het loopt niet zo lekker. Ik zal het een beetje... Ja, het loopt lekker, man. Nee, geintje. Dan de vierde. Komt-ie aan. Zijn jullie er klaar voor? De eerste hint. In het seizoen 2004-2005 was ik een van de cruciale spelers tijdens de play-offs die ik met Sparta won. Hint 2. Het was het begin van mijn carrière. Later zou ik hem uiteindelijk afsluiten bij FC Utrecht. FC Utrecht, Sparta... Hint 3. Ik ging niet met Sparta mee de Eredivisie in, omdat ik na de promotie een transfer verdiende naar AZ. Ook speelde ik 4 interlands voor Oranje. De Koef. Koevermans. Ja. Correct. Ja. Correct. Lekker. Jokie Buit. Lekker. En dan zag ik ook nog even... Scheidsrechter, hè, tegenwoordig. Ja, dat zo? Ik zag hem, ja. Ik zag, ja. Ik citeer... Hij laat zich graag uitschelden. Het zou een droom niet, maar ik zou het werkelijk waar fantastisch vinden om een keer... een wedstrijd zoals Rijnsburgse Boys Katwijk te fluiten. Zei hij dat? Ja. Letterlijk gezegd. Echt? Ja. Maar volgens mij neemt hij het ook behoorlijk serieus en wil hij ook best wel een beetje carrière maken. Ja, ik hou er dus wel van dat je... Hij weet... Ja, die voelen iets meer aan. Hè? Ja. Ja. Die heeft zelf op het veld gestaan. Die weet hoe hinderlijk scheidsrechters kunnen zijn. Mm-hmm. Als je dan iemand hebt die
begrijpt vanaf de andere kant zijnde. Ja, daarom, maar je denkt er niet dan, dat hij dan helemaal doorslaat, dat het juist een heel arbitrair iemand gaat worden. Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat... Nee, maar hij had ook wel van een bakkie, toch? Het schijnt een hele gezellige fan te zijn. Derde helft, Koevermans. Ja. En ik denk wel dat je ook veel tegen hem kan zeggen. Dat hij ook gewoon wat terug kan zeggen. Ja, op precies de juiste manier, om zo dat maar te zeggen. Zal ik nog even de vier en de vijfde hint gewoon eventjes voor de volledigheid. Ja, ook bij AZ bleef het scoren mij makkelijk afgaan. Niet veel later kwam ik daarom bij PSV te spelen. En mijn laatste goal in mijn carrière maakte ik voor Toronto FC. Ja, dat is wel een Koevermans. Man die echt alles uit zijn carrière heeft gehaald. Hè? Alles uit zijn carrière voor zijn kwaliteit. Vier interlands is toch gewoon... Vier interlands, een mooie, knap. Bij Toronto gezeten, wat een prachtige stad is om te leven. Zeker. Gewoon perfect. Zeker. Heren, we zijn bij de laatste aangekomen voor dubbele punten. Wat is de stand, Mart, of houden we het eigenlijk niet bij? 1-1-1. Zo, ik wou zeggen dat na vier vragen. Ja, 1, dat is 1, een goede reetje zo. Laat maar gaan. Komt hij aan, de Mag vijfde. Mag ik op dat klopt. Hint 1. Als trainer loodste ik mijn team recent naar de Eredivisie. Hint 2. Het team dat ik hiervoor coachte was FC Utrecht. Weliswaar interim. Huh? Ja, dit is Ricky Kruis dan. Nee, wie heb oh nee, wacht. Nee, zijn nee, er dan niet. Nee, je mag niet meer meedoen ook. Oh, lekker zeg. Hint 3. Dit gebeurde in mijn tweede termijn bij de desbetreffende club. Ook in mijn eerste termijn promoveerde ik. Ik weet het niet. Hint 4. Toen ik pas geleden een mooie prestatie neerzette met mijn ploeg, showde ik mijn dansmoves in de kleedkamer. Ruud van Nistelrooy. Ja, dat wou ik ook eigenlijk ook zeggen, maar dan ben ik blij ook dat ik het niet heb gezegd. Ja. Dus Robin. Ja, maar Ruud van Nistelrooy is ook helemaal nooit gepromoveerd. Ik mijn dansmoves in de kleedkamer. Daar komt de laatste hint. En dan als jij het fout hebt, dan mogen jullie allemaal mag nog een gok doen. Meedoen? Nee, nu nog niet. Maar er komt nog één hint aan. Ik ben 1,98 meter en momenteel nog actief in de Eredivisie. Hè? Als speler is hij gepromoveerd. Nee, als trainer. Nee, hij is als trainer, als toch? Als trainer. 1,98 meter. Mag ik nog een poging maken? Nee. Marinus Dijkhuizen. Ah, ja. Oh, dat is mijn vriend. De grote Dalton, Marinus Dijkhuizen. Fout? Hij is goed. Maar de grote Dalton? Ja, hij lijkt echt. Zoek de foto maar op. Hij lijkt gewoon de Dalton. Van de Dalton echt Brothers. Waar. Zoek hem op. De grote Dalton. Al die Daltons lijken toch op elkaar? Ja, daarom. Hij lijkt op die kleine, maar dat klopt nog niet. Ja, ik zie het wel. Joe Dalton en die grote heet volgens mij Everall Dalton. Everall Dalton. Ja. Volgens mij wel. Lekker man. Schitterend. Leuk spel. Complimenten, Robin. Maar wie was het? Ja, Dijkhuizen. Je had gelijk. Ik dacht dat het fout was. Nou, hij zegt expres. Ja. Nee. Hij was helemaal... Nee, zo is hij niet, onze ver. Goed. Robin, gefeliciteerd. Jij bent de winnaar van Wie ben ik? Dank je wel. Kijk. Ik haal de prijs dadelijk op. Lekker, man. Wisselbokaal gaat mee. En vinden de luisteraars dit ook leuk? Laat het even weten in de comments. Zo. Ja, toch? Ja, als je het leuk vindt. Laat het even weten. Of want we zijn een beetje aan het uitproberen natuurlijk. Op TikTok. Of op TikTok. Ja, dan kan je het ook laten weten. Volgens mij zit op TikTok. Voor al onze luisteraars onder de 14 die erop zitten en dansjes doen, reageer. Ja. En het schijnt dat bij alle mensen die zich abonneren op TikTok bij ons, dat die meteen gescreend worden door Ali de Aap. Ja. Die van Grote Jachtgebied, zullen we maar zeggen. Oei, die okay. Ali. Die Ali. Die Ali. Hey, dan gaan we door naar het museumtje. Ja. En Joop Buiten, het is ongelofelijk. Jij hebt in dat zeer drukke schema van jou toch nog even tijd gevonden om een klein museumtje te schrijven. Kijk eens aan. Mag ik jou vragen, waar gaat het deze week over? Wij gaan Ali de Aap even in het zonnetje zetten. Want ik vind dat Almere City, die heeft natuurlijk hun beste seizoen ooit op dit moment. Die mogen wij best even eren met een Joop Buit voetbalgedicht. De laatste die ik heb gedaan was volgens mij toen voor Heracles. En toen, dat was een groot succes. Dat was een zeer groot succes, alleen dat vond mijn moeder niet zo leuk. Nee, want toen deden we een Joop Buit voetbalgedicht is 3 voetbalnamen. En toen hadden wij even een kreuntje erin. Maar dat mag niet meer. Nee, dus wat gaan we doen? Jij vroeg ook of Ferry een kreuner was tijdens het neuken. Ja, dat klopt. Volgens mij was dat het een beetje. Dit gedicht heet Almere City Olé. Dus Olé. Ik ga 3 voetbalnamen zeggen en daarna even de Olé erin. En doe mee allemaal. Let's go. Almere City. Olé. Noordin Bakker, Marijn Dijkstra, Agil Etamari. Olé. Stijn Keller, Kai Rademaker, Handy Akuyobi. Olé. Theo Barbet, Nikiano Grootfaam, Joey Jacobs. Olé. Mano Roya, Therese Norslin, Jaden Pinas. Olé. Harder, Thomas Pol, Jordi Rulles en Damian van Brugge. Olé. Alvaro Peña, Lens Duivenstein, Roeko.
Pascu en Marcelencio en Sayas. Olé! Pascu, Danny Post en Staaien Racing. Olé! Twee namen, want één is heel lang, komt hij. Jochem Ritsmeister van de Kamp en Jorrit Smeets. Olé! Ilias Alhaft, Milan Corrin en Cornelius Hansen. Olé! Jeremy Hilterman, Laie Kroma en Anthony Limbombe. Olé! Vaïs Matoire, Jeffrey Puriu en Rajiv van La Parra. Olé! Alex Pastoor, het Wiegers Maduro en Jeffrey Talan. Olé! En Ali de Aap. Olé! Almere, Almere City, olé. Hij is helemaal geen pedo, nee, man. Maar je hebt nou... Dat mag die NAC-supporters wel. Alle spelers van Almere City genoemd. Ja. Van de hele selectie. Ja. De hele selectie. Van en nu. Ali de Aap. En van Ali nu. Oké. Okay. Shout-out. Ali, ja, de... dit jaar hebben we geëerd. Is het de selectie van dit jaar? Jazeker. Nou, ik had het ook wel 4 of 5 gekend. Zo, dat knap van je. We gaan door naar hopelijk een elftal waar jij meer spelers van kent, Ferry de Bond. MVV. De wedstrijd tussen MVV en NAC. Ja, ik was erbij, hè? Ja. Hoe was het in het uitvak? Want jij voelde je in eerste instantie een beetje opgelaten dat jij een kaartje had voor het uitvak. Toch? Omdat je dacht van eigenlijk moeten er mensen heen gaan die ja, er vaker heen gaan. Ja, was niemand terecht natuurlijk dat ik mocht. Ja. Maar nee, daar had ik geen last meer van. Na 3 blikjes bier in de bus. Maar nee, het was een hele leuke, geslaagde dag. Mag ik vragen, want de wedstrijd werd gestaakt. Nou, ja. Waar kwam het bekertje nou vandaan? Daar wil ik wel wat over zeggen. Oké. Okay. Want ja. NAC maakt die 0-1, hè, die bal van Omarsson. Mm-hmm. En dus ik ga meejuichen en ik zie meteen 4 bekers bier ja. voorbij vliegen. Dus ik dacht van nou, daar gaan we al. Dus ik was, mijn stemming was eigenlijk al gedrukt. Maar ja, Omarsson die stond daar te juichen. Dus dan gebeurt er verder niks. Mm-hmm. Dus nou, gelukkig, hè, we gaan door. Nou, bij die 0-3 gooit er weer iemand een bekertje bier. Maar dan staan ze te juichen bij het uitvak. Mm-hmm. Dus dan wordt het valt het op. Ja. Ja. Dus ja, ze moeten gewoon niet meer bij haar eigen vak gaan juichen. Ja. Nee. Want dan wordt het niet gestaakt. Maar het lijkt me handiger, omdat bij de Angels side dan komt er niks naar beneden, denk ik. Ja, of juist wel. Ja, of juist wel. Ja. Maar dat, dus, maar de, ja, je hebt... Dus dat het eigenlijk al eerder gestaakt moeten worden. Ja, als de regels ja, waren. Maar, die was terechter. Ja, het was allebei terecht. En dat is de regel. Maar daar werd veel meer bier gegooid dan... Maar het, was, het stomme was toch eigenlijk dat... Ja, want het was volgens mij een huisfotograaf van NAC, toch? Ja. Die ik zie lopen. Maurice van Steen. Ja, Maurice van Steen. Maar die wilde hem juist... Zussen, die gooide hem juist een beetje zo over de boarding heen. Zo van, nou, dan is er niet zoveel los. Nee, ja, nee, juist niet. Zo van, hij wilde hem wegmoffelen. Ja, okay, ja maar dan echt. Kunnen we door. Nou, en dan had de scheids tegen hem gezegd na de wedstrijd. Van ja, slim dat je dat deed, maar ja, ik had het gezien, dus ja, toen moest ik het staken. Dus de scheids staat daar zelf eigenlijk ook niet helemaal achter, maar ja. Tuurlijk staan ze dat. En die willen ook gewoon naar huis. Ja, tuurlijk. Ja. En bij NAC hadden ze al een hotel geboekt, hè, bij voorbaat. Ja, voor de zekerheid. De volgende ochtend moest je het inhalen, dus ik dacht, anders moeten we vanavond naar huis en dan morgen weer terug. Ja. Dus, maar het was, nou, wij zeiden toen wel van, dit wordt 100% zeker gestaakt. Want dan in de tweede helft, dan zijn ze bij MVV, hè, dus het staat 0-3. Dan hoeft er maar eentje bij MVV te denken van, we gaan naar huis, het is goed geweest. Ja. En, maar bij MVV, heel netjes gedragen publiek, na de wedstrijd ook. Zeker. De eigen spelers bedankt, hè, voor het mooie seizoen. En, maar dat ga je natuurlijk wel krijgen, inderdaad, wat je zegt. Dat als het tegen zit, stel je staat inderdaad 2-0 achter na een minuut of 20. En je gaat en je wil echt kwaad, gewoon en je denkt van, nou, dan maar volgende morgenochtend de rest afspelen. Ja. Nou, dus dan moeten we dan alleen de vreugdebiertjes gaan pakken en niet de boze biertjes. Nou, wat dat zeiden we ook nog van bij Willem II VVV. Dan scoren ze VVV in de laatste minuut aan de rustige kant. Maar voor hetzelfde geld scoren ze voor die Kingside. En dan gaan ze naar hun uitvak. Dan moet je eerst langs de Kingside, waar 6 man kwaad is. En daarna bij VVV zelf. Dan krijg je allemaal van die domme interpretatiedingen. Er moet gewoon geen bier meer worden gegooid. Nee. Je, je kan dat niet half doen. Hey, maar wat was die keeper aan het denken van FC Eindhoven? Van NAC, bedoel je? Nee, van Eindhoven. Die kwam een partij uit, jongen. Toen Omarsson. Die van MVV. Van Matthijs. Ja, bedoel ik. Sorry. Kom ik naar Eindhoven. Ja, dat weet ik ook niet. MVV, ja. Ja, die was iets te laat. Ietsje te laat. En met zijn verkeerde been, toch, Omarssonnetje? Ja, met links. Nou, dat is wel grappig. Heb je dat gehoord? Nee. Dat zei Kees Luijks, want die was analist. En die komt uit Breda natuurlijk. Dus was bij de training gaan kijken. En Omarsson, die heeft dus last van zijn rechterknie. En die zei Kees Luijks, heeft heel de training alles met links gedaan. Oh echt? Nou ja, bleek, maar hij is echt goed allebei de benen. Ja, hij is echt, dat merk je niet eens. Ah, toen bij Excelsior. Heel goed toen zoen, ik hè? Daar zat. Eerste helft. Ja, tot december had hij er geloof ik al iets van... 21 of zo, toch? 22? Ja, echt zonder te overdrijven had hij er al 21. Ja. We eindigden geloof ik op 6 of 27. Maar ook een gezellige gast, toch?
Ja, dat hebben we gemerkt. Nee. We hebben Miras mystery guest gehad. Oh ja, nee, is een dooie. Ja, ja, dat klopt er wel. We hebben alles eruit geknipt als een rustmoment. En toen 10 minuten voordat hij antwoord gaf. Dus. Was een mystery guest wel 60 minuten ongeveer. Ja, nee, is echt een dooie. Ja. Ja. Maar die Banzouzi, weet je, ik wilde zo'n hele wedstrijd aan het kijken. En normaal zie je zo'n samenvatting. Maar die Banzouzi is wel echt goed geworden. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Die speelde echt supersterk. Ja. Krachtige gozer, pas 18 jaar volgens mij. Ja. Middenvelder toch? Ja, die moet ja, wel. Had er nou maar in geïnvesteerd, zou ik willen zeggen. Ja, ja. Ja, hij kwam bij NAC al in toen hij 17 was. En ja, maar toen had je ook gewoon een kuthelft. Dat liep ook gewoon niet, dus dan kan hij ook niks. Ja. En nu zie je, nu het bij NAC een beetje gaat lopen, dan valt hij wel op. Ja. En, dan, ja. En hij doet nog wel eens stomme dingen, of tenminste... Die thuiswedstrijd tegen MVV, toen hij op de 16 over de bal in maaide en zo. Nee. Maar je ziet echt wel power, want hij maakte dat doelpunt maakte die rechts voorin. Ik zag hem gewoon met ballen weghalen, links achterin. Weet je, die man, die gozer maakt echt meters. Zeker. Ja. Ik wil nog wel even twee dingen even bespreken. Eén, worden jullie ook zo ontzettend... Ja, Ferry, jij zal het misschien minder gehad hebben, maar ontzettend hyped als er een speler op doel moet. Ja, hè, dat is toch een van de mooiste dingen die er zijn. Ik had het ook getweet van der Sande. Type Fabian Barthez. Yes, zeker. Ja. En gewoon foutloos. Gewoon met een balletje uit de lucht. Ja, wow. Op het gemakkie. Interview, toen kwam die bal en zei van ja, dit is gewoon pure klasse. Ja. Dit is echt kwaliteit. Jezus Christus. Ja. Ja, dat was mooi. Dat was mooi. En, zo dom van die Korsmet, joh. Bizar. Ja, maar wie is de tweede keeper bij NAC momenteel? Ja, van der Merbel. Maar ja, die kennen wij ook eigenlijk niet goed. Nee, daarom. Dus... En die McNulty, die speelt ook volgens mij niet mee. Centrale verdediger. Twee domme kaarten. Ja, ik denk dat dus die rode kaarten gaan jullie wel nekken tegen Emmen. Ze hebben allebei maar één wedstrijdje gehad. Dus in Emmen zijn ze er weer bij. Maar dat is niet zo handig. Nee. Aan de latinkie. Ja. Had jij trouwens nog toen, hè, want op dat moment toen dat gebeurde, stond het... 1-3. Had jij niet zoiets van, als die vrije trap daarna... Ja, want hij schoot hem natuurlijk uiteindelijk in de muur. En ze hebben nog een paar keer volgens mij wel geprobeerd om hem te beetje testen. Maar Excelsior van. Ja, maar had je niet het idee dat als die erin had gegaan... Ja, dan had het nog wel... Als hij trap erin was gegaan, dan had ik wel even gedacht van hoe lang is het nog. En, want er staat wel een speler in de goal natuurlijk. Maar, ja, want anders hadden ze alle ballen gewoon op doel moeten schieten. Maar nu schoten ze ook de helft in de tribune. Ja. Dus ze waren totaal niet scherp. Ja. Maar wel van... Hè, uiteindelijk was dit de enige wedstrijd waar niet echt een remontada in zat, om het zo maar even te zeggen. Maar dat moment, hè, als het 84e minuut is en je schiet die 2-3 binnen, dan kan het nog gaan spoken. Nou, dus dat, maar met Korsmet had ik dan niet. Want ik had liever dat Korsmet hem had laten lopen dan 2-3 werd. Ja, daar maakte ik me geen zorgen over, maar wel als er dan een speler op doel stond. NAC was wel echt wel een stuk beter die wedstrijd. Oké, turnde een klein beetje om. Dat wel. Maar dat jullie deden net op Instagram... Bart en Lars, alsof het heel spannend aan het worden was. Ik lag op het bankje, ik had al lang, weet je, NAC gaat dit makkelijk winnen. Jij zag in de samenvatting van ze hadden helemaal niet gelijk. Nee, deze heb ik helemaal gekeken. Okay. Lekker liggend op het bankje. Okay. Nee, natuurlijk. Dat je er tijd voor kon maken. voor de play-offs, jongen. Ja, daar zit ik zo ontzettend klaar voor. De play-offs. Laten gaan staat er, maar dat hebben we niet gedaan, hè? Nee, nee. Dan kan ik zien wat Macht allemaal typte. Ja, maar er staat een leuke gast, hoor. Daar niet helemaal laten gaan. Maar hebben jullie een favoriet moment van een speler op doel? We kennen misschien allemaal nog wel Veldwijk hier een aantal seizoenen geleden die het opeens moest doen. Ricky van den Berg heeft het nog een keer gedaan. Moment. Ja, dat was een leuk moment. Dat was moment leuk, toch? Ricky vooral van den Berg was ook omdat mooi. Een keepershirt 16 maanden te groot was. Dat was goed, ja. Dat was ook leuk. Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Maken ze kans tegen Emmen, vind jij Robin van der Meer? Of zeg jij NAC is in principe kansloos? Nou, ik heb wel altijd... Volgens mij zag ik laatst ook een statistiek voorbij komen. Dat van het, zeg maar een ploeg uit de KKD. Mm-hmm. Dus nou, in een flow, daar heb je dus inderdaad al 4 wedstrijden soort van overleefd en gewonnen. En ze zijn, NAC is op het juiste moment in vorm geraakt dit seizoen. Ja. Precies op het juiste moment. Nee, dus ik heb toen ook met Go Ahead meegemaakt dat wij in februari 9e stonden. Mm-hmm. Trainer ontslagen, toen kwam Hans de Koning. Tactisch meester. Met z'n allen jongens, werken. Kom op, maar zo'n geweldige man. Ja, nee, 100%. Echt, maar dat is ook een kracht van een trainer. Zeker. En dat is wat, dat was wel wat wij op dat moment nodig hadden. En wij wonnen toen de eerste wedstrijd. Toen zaten we al midden in een trainingsweek. Dus toen liet hij het zo hoe het was. En toen gingen we Sparta uit, verloren we 3-1. Dus dat was zijn eerste wedstrijd. En toen heeft hij het omgegooid. Toen hadden we... Als ik het goed zeg, 13 wedstrijden ongeslagen. Mm-hmm. En toen gepromoveerd, play-offs gewonnen. Okay. Dus het is makkelijker vanuit de KKD dan als je de Eredivisie club bent? Ja, 100%. Ja, je komt wel vanuit 100%. Een andere... Er zit ook meer druk op bij die gast van Emmen. Ja, en wat ik zei, het kwam bijna helemaal uit, hè, in de vorige podcast. Je moet je eerste wedstrijd thuis spelen. Ja.
Want dan kun je uit, dan weet je precies uit wat je moet doen. Ja, ja, dat hadden wij ook. Net ja, maar het maakt toch in theorie minder uit, omdat het uitdoelpunt niet meer dubbel tellen. Nee, nee. Maar, ja, ik vond dat ook echt fijn hoor. Dus de eerste klap uitdelen thuis en je weet uit precies waar je aan toe bent. Mm-hmm. Dus wij thuis speelden bij VVV, dat was 1-0. Mm-hmm. Toen uit 2-1, maar toen was het nog wel uitdoelpunt mm-hmm. dubbel. En de Graafschap, die had toen heel snel van de Pavert rood. Penalty. Tetje. Ja. Tetje van de Pavert. 1-0. Toen wonnen wij die wedstrijd 4-1. Ja, dat was op donderdag. Op zondag moesten we naar de Vijverberg. Ja, dat was... Ja. Hey, ja. Wanneer was is eigenlijk NAC Emmen? Woensdag. Ah, shit, hey, dat kan ik net niet. Nee? Nou, maar dan moeten jullie samen maar. Maar, jullie drukken, maar, ja, maar wij gaan ook. Ja, dus jullie kunnen lekker gaan. Maak je geen zorgen. Nog wel even, Ferry. De wedstrijd tegen Emmen wordt geleid door Joey Coy. Ja. Jij bent even jouw mening nog even daar laten. Er was één iemand die had er in ieder geval geen vertrouwen in. Anko Jansen. Sterkte ermee. Ankootje die had weer een uitgesproken mening. Ja. En jij? Nou ja, dezelfde als iedereen, denk ik. Ja. Het is goed dat er een VAR is, dat er af en toe nog wel iets hersteld kan worden. Maar nee, dat is niet... Maar die overroelt niet een scheids. Als nee, hij... bij twijfelgevallen nee. of zo niet. Nee, nee. Heb jij ja, een VAR, vond je nee, dat een goede scheids? Dat is echt een walgelijk gozer. Dat is een typisch voorbeeld van... Echt een makelaar. Nu nee, mag je los. Nee, maar dat is een typisch voorbeeld van iemand die zichzelf op de voorgrond wil zetten. Dus ja, maar niet, is dat hij is zo, er man. Niet om... Laat hem even lekker nee, maar laat nee, hem lekker ik vind het, maar dat is toch. Ik denk dat heel voetbal in Nederland hem een walgelijke gozer wint. Ja, is dat echt zo? Maar er wordt ja. ook een beetje onderling gepraat van... Daar komt die, komt die nee, kwal maar, weer. Ja, ja, ik vind het wel echt de kwal van een gozer. Ja. Die loopt er wel alsof het... Het is zijn wedstrijd die fluit. Ja. Terwijl... Dat hoor, ja, je hoort eigenlijk geen last van te hebben van een scheidsrechter. Nee. Zoals Rafa Benitez ooit zei, een scheidsrechter hoort als een soort van ober ja. door het, ja, door het etentje te ja. lopen. En dat nee, is maar ook zo. Met dingen aanvoelen en doen. Ik vind het echt, ja. ik heb wel een paar wedstrijden met hem gehad dat ik echt dacht... Schoonzoon ja. van ook, toch? Van, ja, daarom fluit hij de KNVB waarschijnlijk. Ja, maar dat is ook, het was grappig dat werd bekendgemaakt. En zowel de NAC-sports als de Emmen-sports hebben ja, nou geef het punt alvast ja. maar aan hun. Weet je. Dus ja, het is ja. niet dat hij dan per se tegen één ploeg is. Hey, ik vind Anko Jansen trouwens wel echt een legend zo. Aan het worden op ja. Twitter. Ja. Maar hij wil volgens mij trainer worden. Mm-hmm. Dan moet je misschien gewoon een tip even aan Anko. Ik hou er wel van hoor, op Twitter, maar misschien als je trainer wilt worden, hou je af en toe een beetje in. Want ja, maar clubs lezen mee. Clubs die zien het ook. Als hij maar eerlijk is. Zo ja, is dat is die 100%. Zo is het. Hey, mag je zo hem toch appen? Omdat hij hier nog een keer kwam? Zeker. Ja. Maar? Hij was druk met de play-offs, hè? Druk met de play-offs. Oh. Oké. Okay. Komt nog goed. En we blijven. Nog wel even wat anders, want toch wel een vriend van de show. Vorig uitgeroepen tot een van de spelers in ons elftal in december. Sven Blummel. Ja, gaat weg bij MVV. Of tenminste, contracten wordt niet verlengd. Wat zouden we nou een mooie club? Marten Haven zegt Helmond Sport voor Sven Blummel. Thoughts, Robin van der Meer. Ik denk voor Helmond een hele goede. Maar als ik hem was, dan zou ik wel ergens anders op mikken, toch? Ja. Maar ik vind wel een goede speler. Ik weet het van MVV, zeker. Top KKD, toch? Gewoon top KKD. Stel VVV blijft erin. Stel VVV promoveert niet. Ja, dan is dat een perfecte club. Oh, na VVV. Ja. Oh, zo bedoel je. Stel ze promoveren niet. Maar waarom mag je daar niet blijven dan? Nou ja, ze hebben daar niet zoveel. Waarschijnlijk daar geen geld bij MVV. Ja. Okay. Nee, en ik denk ook dat ik zie MVV volgend jaar niet weer zo'n jaar. Dan. Nee? Dat zou me wel heel verbazen. Ja. Ja. Met die Van Bommels peggen. Krijgen ze gewoon helemaal niks. Ja, opleidingsvergoeding of zo krijgen ze daarvoor. Die is, wij hebben trouwens nog een interview ook gedaan met Roy Donders. Ja, eigen schuld. Prima ja. vent. Ja. Top vent. Ja, maar Maurice van Berne, ik was... Top vent. Ja. Ja, ik was groot fan van hem toen ik als jonge jongen op 16 op Midden-Noord. Toen stond Maurice van Berne achterin met een mooie lange mat. Mm-hmm. Was gelijk verkocht. Maar dat is een mooie vent. Ja, het was echt dat Mart en ik waren daar unaniem over eens. Ja. Wij hebben in de 4,5 uur daarna terug in de auto over Sven Braak. Hoe, Maurice van Berne, hoe een aardige vent het was. Heb je elkaar ook nog afgetrokken? Ja, op nou, de foto van Sven Braak. Oh, ja, zeg, Lars, zet jij hem even in zijn versnelling. Martin zegt in één keer, ik schakel wel even. Ik denk, ik rijd een automaat. Maar ja, zijn in de maat ineens automaat. Je koppelingen drukken.
Lekker, man. Krijg je, hè? Lekker, the boys on the road, hè? Er gebeuren gekke dingen. Ja, een beetje die temperatuur wat omhoog. Ja, dat doet toch wat gekke dingen. Zo, ik heb het warm, zegt je. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Heren, we zijn aangekomen bij de voorspellingen. Oh, ja. En dan eerst even de oude voorspellingen van de vorige keer. Wat wordt Almere City tegen FC Eindhoven? 3-1. Puntje voor ondergetekende. Ja, voor de meeste voorspellen. Ja, ze meeste voorspellen. Lastere dames. B. Hoeveel goals is het duo Brake-Venema betrokken tijdens Willem II VVV? 2. Lars van Velsen, weer een puntje. Ja. Vraag C. Hoeveel ploegen heeft het in het heenduel verloren? Weten het dit weekend om te draaien? Dat was er eentje. Ferry de Bonte, puntje. Ja, natuurlijk. En vraag D. Hoeveel uitverkochte stadions zien we tijdens de returns? En dat was er eentje. En dat had niemand goed. Nee, dat was, had Almere kunnen zijn, hè? Als er... als we wat meer mensen van straat hadden getrokken. Ferry. Er zit daarnaast toch zo'n AZC. Kunnen ze die niet gewoon pakken? Ferry, jij houdt alleen maar van die oude meuk en dat werk. Betonnen pisbakken. Almere City is gewoon een nieuwe club. Ja, Almere City qua stadion vind ik het wel, wel netjes, hoor. Is het ook leuk om daar te voetballen? Vind je het wel sfeervol worden? Nou, sfeervol niet. Maar ik vind wel de gewone faciliteiten. Daar vind ik wel, wel goed, hoor. Ja. Voor de KKD dan. Ja. Weet je wat het gewoon is, Ferry? NAC is een beetje dat oude stoffige blaadje dat in een dorp wordt rondbezorgd. Ja. En Almere is een soort TikTok. Ja, zo moet je toch een beetje zien. Ja, vanwege Ali Daap, zeker. Vanwege Ali Daap. Nee, maar dat, zo moet je het een beetje zien. En NAC is voor de KKD wel het leukste stadion om in te spelen. Ja, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Tussenstand, Ferry de Bond 31 punten, Lars van Velsen 31 punten, Joop Buit 26 punten. Damien van Diermen, Edwin Rauhorst, Bart Salewitsch en Bas Groeneveld hadden Bart Salewitsch? Dat is een vriend van mij van vroeger. Nee, joh. Ja, heb ik mee op de Seals gezeten. Kijk, ook een sporter. Met Don Diego Poeder. Ja, Don Diego Poeder, joh. Bart Salewitsch. Shout-out. Oké, shout-out. SO? Ferry de Bond die een shout-out geeft. Dat doen ze toch op. Het wordt steeds gekker. Het wordt steeds gekker. Maar zij hadden er alle drie eentje goed en mogen onderling uit gaan maken wie die sokken gaat winnen. Doe een mooie quote-tweet met je playoff hoogtepunt op Twitter. En dat is nodig om te winnen. En dan bepalen wij bij de aankondigingstweet natuurlijk. En dan bepalen wij bij de volgende uitzending wie er gewonnen heeft. Sowieso Bart Sjalewitsch. Ik herhaal nogmaals. Damien van Diermen, Edwin Rauwers, Bart Salewitsch en Bas Groeneveld. Dus jullie weten wat jullie te doen staat. Dan de nieuwe voorspellingen. Joop Buiten, ik begin bij jou. Wat wordt NAC tegen Emmen? NAC Emmen, dat wordt 0-1. Robben van der Meer. 3-1. Gaat NAC 3-1 winnen? Ja. Oké. Okay. Verder de Bond. 1-0. 1-0. En ik ga voor 2-2. Zo. Spektakel. Vraagje B. Wie maakt het eerste doelpunt van de halve finale? De eerste wedstrijd is tussen VVV Venlo en Almere. Ja, dat is dus de speler. Dat is de mooi boy van de KKD. Sven Braken. Sven Braken. Sven Braken. Die is krankzinnig. Ja, dat is echt niet normaal, hè? Robin. het is een wedstrijdje voor Van Rooyen. Als hij niet start, dan als invallen. Oké. Okay. Mitchell Van Rooyen. Ferry de Bond. Jerdy Hilton. En dan ga ik voor Fenomenema. Ja. Fenomaatje. Wat een lekker spelertje is dat, man. Niet zo knap als Sven Braken, maar wel een lekker speler. Hij kan gewoon schieten. Ja, maar dat is knap. Maar dat is lekker, man. Dan vraag je C. Bij hoeveel doelpunten incasseert de vervanger van Roy Kortsmet? Van de Sande. Ja, maar dat hebben we toch al gedaan. Dat is een beetje een domme vraag. Jammer. Ja, Hugo? Ja, dat is Hugo, een fout, Hugo. Hugo voor de bus? Ja, dus hoeveel doelpunten incasseert hij? Dus eigenlijk alle voorspellingen die we gedaan hebben... Ja, dus hoeveel keer Emme scoort? Of hij krijgt na 5 minuten rood. Ik denk dus 1. Dat kan ook. Ik denk 1. 1. Ik denk dus 3. Ja. Ik denk 2. Nee, jij dacht 3. Nee, jij denkt ook 1. Oh ja, dus ik zeg 1. Ja, okay. Ja. Ja, laten we dat doen, ja. Gaan we andere vragen? Andere vraag even snel. Rode kaarten vallen in deze speelronde. Ja, hoeveel rode kaarten? Rode kaarten valt er in de hele speelronde. Nee, deze 2, dus die 2 wedstrijden. Ja. Die 2 wedstrijden. Dus VVV, Almere City en... daar valt... Joey Coy fluiten, dus... En wie? En wie? Ook nog wie? Ja, je moet maar net als je kuif zitten. Dan ga ik voor 2. Xavier Vet. En... Xavier Vet. Jorrit Smeets. Zo. Ja, die Jorrit Smeets is wel... Die heeft af en toe een klein... Ja. Ik heb vanaf de jeugd altijd zeg maar tegen hem gespeeld. Ja. En dus schoppen? Niemand zo vervelend in het veld als hij. Ja? Dat is echt verschrikkelijk. Ja. En ik durf te wedden dat als je jongens uit 95 vraagt die de jeugd bij een profclub hebben gezeten, die exact hetzelfde zijn. Ja, maar waarom dan? Exact, ja, gewoon echt. Suiker. Ik denk als je hem in je team hebt, dat het
heerlijk is. Een soort van bommel. Maar echt zuigen. Okay. Echt zuigen. Echt blauw. Nee, maar praten ook de hele tijd. Ja, maar gewoon, ja, gewoon echt heel vervelend. Ja. En ik denk nogmaals, als je me in je team hebt, geweldig. Ja. Heb jij en buiten het voetbal ken je hem ook? Of nee, helemaal niet. Nee, nee, okay. Nee. Dus ja, buiten het voetbal vind je hem niet per se een lul? Ik heb geen idee. Dat zeg ik ook. Dat het duidelijk is. Ik denk ook één rode kaart. Banzuzi. Hij is te jong. Hij kan de druk niet aan. Ferry? Eentje. En dat wordt Diemers. Diemers. Mark Diemers. Mark Diemers. Oké. Okay. Duidelijk. Ik dan... zeg nul, voor als je het wilde weten. Oh, nul. Oh ja, goeie. Oké, nul. En dan vraag je D. Heeft Hiballe na afloop van NAC Emmen nog een stem? En zo, ja, wat zegt hij? Want even voor de duidelijkheid, ik heb dat net vergeten ja, op ging, te noemen. Want hij ging een whiskytje drinken. Hij ging een whiskytje drinken voor zijn stem. Ja. Heeft hij nog een stem? Nee, nee, die man is zo gepassioneerd. Mijn vriend, ja. Peter Hiballa. Dus hij zegt ook niks na afloop. Ja, een beetje zo praat hij, een beetje in het Duits. Ja, ja. Dus met een klein piepstemmetje, dan heb je dat nodig. Okay. Nee, maar hij vond jou trouwens wel een held. Hè? Kijk, als je naar onze als jij onze play-off video nou had gezien van de week. Ik heb het al, die heb ik gezien. Oh, heb je die gezien? Ja, natuurlijk man. Okay. Ik volg jullie op de voet, maak je nou geen zorgen. Oké, okay, dan is het goed. Hij werd getagd, dan hij werd getagd. Ik heb het gezien. Robin, heeft hij nog een stem? Ja, wat gaat hij zeggen? Nee, hij heeft geen stem meer. En wat hij gaat zeggen? Ja, niks dan. Ja, niks dan. Ja. Fantastische wedstrijd. Fantastisch. Is die wijsneus Laas? Ja. Ik denk dat hij wel een stem heeft. En dat hij vindt dat wij allemaal naar Taattocht moeten kijken. Of commissaris Rex. Of commissaris Rex. Commissaris Rex. Ik denk dat hij nog wel een stem heeft en dat hij gaat zeggen dat het een waanzinnige wedstrijd was. En dat hij heel veel zin heeft in de return. Nou. Ja, joh. Toch? Ja, joh, zo punt, ik vond dit ook niet echt een goede vraag eigenlijk. Maar kunnen we deze ook nog vervangen? Nee joh, dit was goed. Nee, deze houden we zo. Deze kutvraag, maar we houden hem erin. Ja, ja joh. Oké, heren, dan zijn we aan het einde gekomen. Hebben we er allemaal een beetje zin in die wedstrijd? 100%. Ja? 100%. Bankie? Nou, woensdag lig ik zeker op het bankje daar kijken. Ja, okay. 100%. Leuk man. Ver? Nou ja, ik ben op kamp. Ben je op kamp? Ja, maar, ja. Ja, maar dan kun je toch wel kijken? Ja, ja, mijn telefoon of zo, half. Ja. Ja. Heb je in Turkije toen ook gedaan? Ja. Ja, maar dat is anders. Nu heb ik 30 kinderen die iets van mij willen. Abdaap. Dat is gewoon hij die een pak zit, joh. En jij, Robin, ben je wel... Hallo, kinderen! Smeerpijn. Robin, ben jij wel van plan om nu wedstrijden te kijken? Ik ga voor de verandering weer niet kijken. Okay. Ja, wel, man. Ik moet zeggen, het is gewoon wel echt spektakel bijna iedere wedstrijd. Hè? Ja. Maar leuk, vind man. Jij dan ook niet een beetje, wat we doen in het begin, gekscherend over een DM over dan van andere mensen ermee pronken? Heb jij niet ook, en daar betrap ik mezelf al een beetje op... Ja. Mensen die het hele jaar door er niks over zeggen en dan opeens de play-offs hartje. Altijd de leukste tijd van het jaar. Ja, ik vind het walgelijk om te kotsen. Ja. Het is wel echt een periode waarin als je piekt. Zeker, maar ze hebben het heel veel kijkers. Het hele jaar door zeggen ze niks over de KKD. En checken ze niks en dan gaan ze opeens. Ze lopen een beetje met onze shine van doorgrijpen. Ja? Nou ja, als jij op vrijdagavond tussen een Eredivisiewedstrijd kan kiezen. Ja, even schakelprogramma dan naar buiten laten. Maar vind sowieso in het algemeen Nederlands voetbal niet echt leuk om te zien. Nee. Hey, vrijdag het schakelprogrammaatje is echt werelds. Ja. Is echt vermaak. Meen ik ook naar zo'n format man. Voor de Eredivisie. Ja, meer tegelijk. Ja, dan moet je tegelijk voetballen. Meer tegelijk. Nou ja. Dat ken ik. Ja, maar je... Nu de laatste speelrondes wel. Degene die... ik noem even een wedstrijd hoor. Dit jaar. Emme Volendam. Ja. Jij gaat mij niet vertellen dat daar een voetballiefhebber naar zit te kijken. Dat zijn de mensen die voor Emmen zijn. Of die voor Volendam zijn. Of ruzie thuis hebben. Kuttehuwelijk, ja. Nee, maar die kijken daarnaar. Ja. Dus die kijken dan sowieso wel. 100%. Maar tijdens dat schakelprogrammaatje en je hebt een Koert Westerman als commentator. Er wordt echt wat van gemaakt. Ja, maar je gemaakt. Ziet alleen maar mooie dingen. Dus ja, je er wordt echt wat van gemaakt. Ja. Dan zie je niks. Dus om het aantrekkelijker te maken. Ja, de krent uit de pap. Ja. Die zie je. Hey jongens, we gaan lekker afronden. We gaan lekker zuipen. Kijkers en luisteraars, mag ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken en luisteren. En vergeet niet te liken, te subscriben. We hebben inmiddels de 30.000 bereikt op YouTube met het FC Afkikken account. Maar onze verdiensten, Joop. Dan kunnen we ook makkelijk richting de 40 gaan. En de belangrijkste vraag, Lars, zit je er weer lekker in nu? Ik voel me waanzinnig. Doei. Doei.